ga je altijd, als jij iets wil zeggen, er zo bij zitten. Ja, zo. Zo van, ik ga iets zeggen. Waarom zeg je niet gewoon wat je wilt zeggen? Waarom ga je er altijd zo bij zitten? Ik wil helemaal niks zeggen. Dat wil je wel, dat zie ik. En waar zie je dat aan? Ja, aan hoe je erbij zit. En hoe zit ik erbij? Ja, zo dus. Zo van, ik ga iets zeggen. Pijnzende blik. En het boek dat je te nadrukkelijk op tafel legt. Slow motion. Het boek dat al de hele tijd op tafel ligt. En dan die uitstraling. Ik ga iets zeggen. Nog even en dan ga ik iets zeggen. Nee, nu nog niet. Nog even wachten. Pijns, pijns, pijns. Spanning opvoeren en dan ga ik iets zeggen. Ik ga helemaal niks zeggen. Je gaat wel wat zeggen. Het zit je echt dwars, hè? Ja. Hoe ik erbij zit. Ja, het is behoorlijk vervelend. Want eigenlijk wil jij niet dat ik aan jou vraag. Waar denk je aan? Ja, ik heb helemaal geen zin om dat te vragen. Dan vraag je dat toch niet? Ik vraag het ook niet. Dat hoeft ook niet. Ja, dat zeg je nu. Maar duidt het al je boy al de hele tijd dat je wil dat ik dat aan jou vraag. Ik kan niet afwassen, ik kan niet nadenken, ik kan niet lezen, ik kan niet een beetje rommelen. Ik moet hier blijven zitten. Ja, totdat jij het hebt gezegd. Totdat jij hebt gezegd wat je wilt gaan zeggen. Je slokt alle energie op met hoe je erbij zit. Het is heel vervelend. Het was niet mijn bedoeling heel vervelend te zijn. Spijt me.